Hoor je dat in de verte? Ja. Is dat een... Nee, dat is een motorzaag. Oh. Dat is wel anders. Ja. Ja, je kan het maar een paar weken per jaar bewonderen. En je moet er ook nog eens heel vroeg voor je bed uit. Ik heb het over de bronsttijd. Want nu de zomer achter de rug is, gaan edelherten weer op jacht naar een vrouwtje. En dat zorgt voor hele bijzondere taferelen hier op de Veluwe. Daarom heb ik vandaag een afspraak met Ewart. En hij neemt me mee hier de bossen in om te laten zien hoe dat er nou aan toe gaat. Hey, en hoe vroeg ben je hier de ochtend nou te vinden? Nu komt de zon best wel laat op. Dus nu ben ik hier rond een uurtje of zeven te vinden. Dus ik zorg eigenlijk altijd dat ik ongeveer met zonsopkomst in het bos ben. En heb je dan vaste plekjes waar je iedere keer naartoe gaat, waarvan je weet, nou, hier heb ik kans? Jazeker, dat heb ik zeker. Want herten hebben over het algemeen een redelijk vast patroon. Ja. Dus die kun je redelijk voorspellen waar ze lopen. Dus dan probeer ik daar een beetje naar die plekjes te gaan. En dit is een van de locaties waarvan je denkt, van, nou, hier hebben we een kansje voor morgen? Ja, zeker. Ja, met de mist maakt het iets lastiger op. Maar we horen ze goed. Ja, je hebt ze al gehoord? Ja, zeker. En wat vind je er zo mooi aan het spotten? Nou, natuurlijk sowieso het geluid. Maar het is ook gewoon de transformatie van zo'n geweidrager. Ja. In augustus lopen ze bij elkaar. En dan op een gegeven moment komen de hormonen. En dan krijgt hij wel bronsmaan, een stevige nek. Volgens mij hoorden wij wat, of niet? Ja, dat klopt, ja. Is dat nou dichtbij? Dat is op een meter of 100, verwacht ik. En als je het hebt over de bronst, waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, de bronst begint eigenlijk half augustus, eind augustus. En wat er dan gebeurt, die hinders die willen gedekt worden. En die mannetjes die willen daar natuurlijk bij zijn. Dus dat is de natuur. En uiteindelijk wat je nu dus merkt, de strijd is gaande, wie is de sterkste, dus wie mag die hinder dekken. En daardoor gaan ze dus burrelen. En dat is dus een van hun tekenen om een territorium af te bakenen. En dan uiteindelijk, als de hinder, als hij er klaar voor is, dan stoot hij een bepaalde geur uit. En die herten, die geweidragers, die kunnen dat ruiken. Die hebben een orgaan in hun geheel te zitten, dat noemen ze flamen. Dan gaan ze zo met het tongetje uit hun mond. En dan lopen ze achter die hinders aan. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Dan lopen ze achter die hinders aan te vangen. En meestal mislukt het. Maar als die hinder zegt van, nu ben ik er klaar voor, dan wordt hij uiteindelijk gedekt. Ja. En daar doen ze het allemaal voor. En wat fascineert jou zo aan dit onderdeel van de schepping? Wat vind je er zo bijzonder aan, dat je iedere ochtend zo vroeg op pad gaat om dat allemaal te bewonderen? Ik denk gewoon het totaalplaatje. Dus 's ochtends vroeg, vooral in de zomer, dan als het seizoen lekker vroeg opkomt. Er zijn niet zoveel mensen in het bos en dan is het gewoon heerlijk stil. Dan komt de zon op en als je dan geluk hebt zien, nog een paar herten lopen. Dan gewoon het hele plaatje gewoon super geniet is dat. Nou, maar vanmorgen hebben we nog niet zoveel geluk. Nee, het is nu aardig mistig zoals je kan zien. Hey, en Ewart, die wolf is inmiddels op de Veluwe. Heeft dat nog gevolgen voor de bronsttijd en voor de herten die hier leven? Ja, voor de herten en het wild sowieso. Je moet nagaan dat er in dit gebied nu ongeveer 18 tot 20 wolven leven. Ja. En een wolf eet gemiddeld 3 tot 4 kilo vlees per dag. Of ze eten in één keer heel veel. Dus een hinder weegt 120 kilo max en een edelhert 200 kilo. Ja, dat zal na de bronst een stuk minder zijn. Dus tel maar na. Dus uiteindelijk ga je dat zeker merken. Heb je al een wolf voor de lens gehad? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe is dat om zo één op één met zo'n dier te staan? Het is sowieso echt een prachtig dier. Dat zonder meer. En ik heb hem nu 2 keer gezien. En toen liep hij wel redelijk dichtbij. En dat is wel echt heel gaaf om te zien. Je blijft altijd wel langs de rand, hè? Je moet zorgen dat je wegvalt tegen de dekking, inderdaad. Ja. Dus ik heb sowieso altijd een camouflage netje mee. Mocht er niet voldoende dekking zijn. Maar je moet niet meer in het veld gaan staan, inderdaad. Hoor je dat in de verte? Ja. Is dat een... Nee, dat is een motorzaag. Oh. Dat is wel anders. Ja. Ik denk niet dat we nog wat gaan zien, hè? Nee, verwacht ik niet, nee. Doe maar. Beginnerspech. Nee. Beginnerspech. Ja. Maar goed. Normaal heb je altijd beginners geluk, maar... Ja. In dit geval niet. Hey, bedankt. Ja. Hey, tot ziens. Werk ze vandaag. Ja, doeg. En wat steken we hier nou van op? Geduld is een schone zaak.